Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts The Great War. En de afgelopen keer ben ik weggegaan op het moment dat Carl thuis was. Hij was toch wel thuis. Maar ja, het huis was een beetje gevuld met gas. Dus hopelijk leeft mijn vrouw nog. Echt. Die muziek was within a few hundred yards of Emile's farm when the rumbling of the French air patrols began. Ik ga echt opzoeken wie deze muziek heeft gemaakt voor deze game. Dat moet ik even onthouden. Zo, oké. Ik was al vergeten om de timer weer te starten, zoals ik al wel vaker vergeet. Oké. Dit kleine stukje hebben we eerder gezien, maar nu loop ik, als het goed is, in mijn huis binnen. Ja, zie je, daar is het gas al. Gelukkig hadden we ons gasmasker niet afgedaan. Oh, nee, al binnen blijven. Dus, op naar het huis. Oh, trap. Maar hier is ook een trap. Deze moet ik op gaan tillen ofzo. Ik ga even kijken wat boven is. Dat zorgt voor een mandje. Wat kan daarin gaan zitten? Hé, hey, oh, die schaduw is echt schattig. Wacht, ik denk dat ik hier op moet gaan staan. Ja. En nu? Oh, nu zijn we hier. Oké. Hier is de ladder. Kan Walt hier komen? Denk het niet. Wie? Maar hoe moet Walt hier dan heen komen? Laat ik eerst maar even kijken wat hier beneden is. Oh, je kunt hier wel gewoon komen. Nou, nee, hij kan niet, maar ik kon hierheen, zeg maar. Ik dacht dat ik ook niet meer terug kon. Maar dat komt wel. Oké, Walt. Hey, Walt. Volg mij. Kom maar, Jan. Kom maar. Hoi. Kom maar. En nu moet ik Walt dat laten pakken. Walt. Maar waar is hij? Wat ben je nou moeilijk aan het doen, Walt? Moet ik jou dan nu? Hier op laten gaan? Wat? Wat? Kom hier! Ik snap dit niet. Zoals gewoonlijk. Oh ja. Ja, zover ben ik. Oh, nu moet ik weer heel moeilijk doen om hem. Zoals gewoonlijk. Weet ik weer geen. Weet ik gewoon echt weer niet. Wat ik nou aan het doen ben. Hey, wacht. Hey, wacht.
Aan deze kant is een hendel. Aha! Oké, zo. Ja, ik kom erachter, Goed zo, je gaat zelf al dat ding pakken. Brave, nee. Pak dat ding. Brave jongen, Kom maar terug, Kom maar terug. Goed zo. Geef dat maar aan mij. Good boy. En dan ga ik nu dit losgooien. Dat was niet helemaal wat ik verwachtte. Ik dacht dat het gaat gewoon dat ding laten vallen of zo. Dat was een vrouwenstem. Wat moet ik hiermee doen? Wat? Jij moet hier waarschijnlijk in gaan zitten zometeen. Nee! Ik ben gewoon compleet bij die eerste ruimte gegaan. Maar was dat wel helemaal de bedoeling? Nee, ik had hier wel wat moeten doen. Hopelijk is dit niet op een timer. Wat ik niet denk, want dat hebben ze niet eerder gedaan. Oh, wacht. Ik moet eerst die haak naar beneden laten. Oh, nu is de zon licht. Nu kun je hierboven zien. Oh, dat had in principe niet gehoeven eigenlijk, denk ik. Dit doen. Oh, dit brengt je naar de overkant. Clever. Hey, what? Wat ik aan deze kant. Oh, aan deze kant moet ik ook nog een raam kapot maken. Ligt hier een steen die je kan gebruiken? Nee. Wat? Wat? Jammer, dan moet ik nu weer naar de andere kant toe lopen. Om hier een steen te pakken. Ik kom eraan. Rustig, rustig blijven. Ik kom eraan. Ze mag echt niet doodgaan. Oh, gelukkig. Ik had echt zoiets van, oh, als ik nu ga missen. Oh, dat is een collectible. Ga er maar doorheen, ja. Was dit het enige wat hij had hoeven doen? Wat ben je moeilijk aan het doen? Heeft die duif nog wat te melden? Nee. Ja, zover was ik. Nee. Huh? Heeft hij dan nu alsnog wat gedaan? Nee toch? Hè? Want Walt was heel moeilijk aan het doen. Waarom volg je me nou niet gewoon? Walt, jij moet dat ding doen. Want wat heb jij nou veranderd? En kijk, nu kan hij weer hier niet doorheen. Ja, zover was ik ook.
Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Dat touw moet iets gedaan hebben. Ik weet alleen niet wat. Het lijkt er echt op alsof ik nog een raam kapot moet gooien ofzo. Maar het is helemaal niet zo. Ik kan me niet voorstellen dat hij wat hier heeft gedaan. Hé! Hey! Nu ben je opeens hier. En die hendel staat nog steeds goed. Maar wat nu dan? Ja. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb even op het internet gekeken. En dit ging allemaal goed. En ik moet eigenlijk iets doen waar ik serieus aan heb gedacht. Ik heb gedacht aan het dingetje wat ik moet doen. Tenminste, als ik op het goede punt heb gekeken. En zo van... Ja, waarom heb ik dit dan niet geprobeerd? Ja. Hij moest eerst die vloer omhoog doen. Toen omlaag, zodat ik er al door kon. Oh nee. Laag dat ik erop kon lopen. Nu moet ik het weer omhoog doen zodat ik naar de andere kant toe kan lopen. Wat komt er hier? We zijn bijna bij mijn vrouw en kind. Hoop ik. Zoals ik zei, hoop ik. Oké, okay, hier kan ik het huis binnen. Ho. Hier is vuur. Wait, maar dit was... Oh, clever. Dit was de enige weg naar binnen. Nu probeer je weer naar buiten te gaan, zo van, wat moet ik dan doen? En dan brengt je ladder ervan naar beneden. Clever. En naar beneden. Vrouw? Wauw, dat moet je echt maar net snappen hoor. Zo van, kan ik hier wat mee doen? Marie! Ja, hier is ze. De zoon, denk ik toch, is een soort van gasmasker. Oké, nu zit het gasmasker op haar. Maar ik zie nu niks meer. Oké, jongens. We kunnen het doen. Niet doodgaan, Carl. Niet doodgaan, Carl. We hebben al eerder gedacht dat je dood ging, toen was je ook niet dood. Marie. Marie, nee. Marie, blijf leven. Het gaat op zwart, dat is niet goed. Daar is het licht. Nee, Carl. Blijf leven. Blijf leven. Carl? Oh, hij slaat nu op. En dit is een standaard episode tijd. April 16th, 1917. Oké, ik zie nu dat we niet doorgaan bij Carl. Dus ik ga nu wel stoppen. Als het door was gegaan bij Carl, dan was ik doorgegaan. Want op zich vind ik dit echt best wel een flut episode geweest. Wat we hebben gedaan is we hebben door gas gelopen. En that's it. Ik weet niet hoe ik daar een kwartier mee ben bezig geweest. Maar goed. Aangezien we nu naar Emiel gaan. Emiel wil ik ook graag weten hoe het met hem gaat. Maar ja. Dit is minder een cliffhanger. Ja, het was toch wel een cliffhanger. Maar het is nu niet zo dat ik nu nog 5 minuten zou kunnen spelen. Dat we dan weten hoe het met Carl gaat. Dat gaat nu over naar Emiel. Dus ik stop hem nu hier. En ik bedank jullie wel heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao.
Wat gaat er nou precies gebeuren?